In de voetbalkantine van FC Hallingen opende deze week het 8e Odense Huis van Friesland. Mensen met beginnende dementie, hun partners, familie en vrienden kunnen er 2 dagen per week terecht voor advies, informatie en ontmoeting. Het is heel vrijblijvend en laagdrempelig. En ik zeg altijd, wij zitten niet met een programma klaar. We kijken van, wat heb jij nodig, diegene die hier binnenkomt. Meestal is het heel vaak je verhaal kwijt en tijd en liefde en aandacht voor elkaar. Want dat is in deze drukke maatschappij best lastig. In Nederland hebben op dit moment meer dan 300.000 mensen dementie. Door de vergrijzing en een steeds ouder wordende bevolking is de verwachting dat in 2040 meer dan 500.000 mensen aan deze ziekte lijdt. Nou ja, kijk, wij hebben het ook wel. Dan staan we bij de koelkast en denken, oh jee, wat moeten we hier? Of het een of het ander. Kijk, dat heeft iedereen wel op deze leeftijd. Nou, maar ja, toch zit je daar wel over in. Dat je denk je van, nou, mijn moeder heeft het gehad. Hoop niet dat ik het krijg. De ziekte komt steeds vaker voor. En ik ben 10 jaar geleden, ongeveer 12 jaar geleden, met het eerste Odensehuis in Friesland begonnen in Leeuwarden. Je merkt gewoon dat het aantal groeit enorm. En we moeten wat. Hè? We moeten een plek zien te vinden waar mensen naartoe kunnen. Dus het is heel belangrijk dat ze in het sociale leven blijven. Want ik ben vergeetachtig en demented en weet ik veel allemaal. Bent u nu blij dat er zo'n Odense huis hier is in Hallingen? Ja, dat vind ik heel fijn. Het is het beste Odense huis dat ik ken.